Bumba Luxy. Je natte Bumba billen. Je hebt even snuffelen, hè? Dan zo de Bumba circus. Ja. Wow. Dat is een lekker appeltje. Mooi van vorm. High five. Schatje, kijk dit. Je hebt ze helemaal zelf gemaakt. Bumba Luxy. Ja. Wat is dit dan? Luxy. Ja. Yeah. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellingers, Familie Vloggers. En vandaag is het een beetje het dagje van Luxy. Want vandaag mag Luxy de hele dag Bumba Lu zijn. Ja, Bumba zijn. Eigenlijk doen we vandaag gewoon lekker Bumba Luxy. Nee, oh nee, ja, ze is 2, dus ze zegt nee. Nee, oh, het is geen Bumba Luxy, het is gewoon Bumba dan. Bumba. Nee. Ook niet. Wat dan? Luxy en de Bumba Luca. Ja. Luxy is vandaag dus heel schattig Bumba vandaag de hele tijd, de hele dag. Die alleen maar nee gaat zeggen. Schatje. Nou, Luan en Lucilla die gaan nu even lekker nog naar school. Het is vrijdag, dus het is een kort dagje. Hé, en dan gaan we vanmiddag, Luxy, we gaan vanmiddag iets heel erg leuks doen voor jou. Nee. Het heeft volgens mij een beetje te maken met je Bumba-pakje. Weet je wat grappig is nu? Toen jij zo klein was als Luxy, toen was je ook helemaal gek van Bumba. En toen noemden papa en ik jou ook altijd Bumba Luan. Ja, en Lucilla ook. En toen kwam, ja, Lucilla is ook heel gek van Bumba geweest. Maar jij bent ook met Lu, dus Bumba Lucilla. Ja, en dan we Bumba Luxy. Nu is het Bumba Luxy. Nee. Mama, had ik toen ook deze pak? Nee, dit pakje hebben we gekregen van Studio 100 toen Luxy werd geboren. Dus 2 jaar geleden. En toen paste ze nog helemaal niet. Maar we hadden hem nog in de kast liggen. En ik dacht, hé, dat is nog wel even leuk om vandaag even aan te doen. Ja. Nu we deze leuke verrassing hebben vanmiddag voor Luxy. Ja. Dat komt wel goed uit. We gaan gewoon de auto in. Ja, dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Daniel die is Luan en Lucilla even naar school brengen. En onze Bumba Luxy, die zit hier lekker te tekenen. Toetoet. Ja, met de toetoet, ja. Met de toetoet. Luan en Lucilla zijn naar school toe, hè. En jij denkt, nou kan ik even lekker rustig tekenen. Kijk je Bumba pakje aan. Super schattig. Met mama, hè. Met mama. Dat vindt ze zo gezellig. Onze Bumba Luxy. Kijk, dat is schattig. Oh, sorry, je is niet schattig. Ben je niet schattig? Oh. Nee? Wat ben je dan? Ben je een beetje ondeugend? Oh. Ook niet? Wat ben je dan? Een slimme baby. Ook niet? Schatje. Mama vindt jou wel schattig. Ga je nog even lekker tekenen? Nee. Oh, nee. Zo, is hij weer dicht? Oké. Wat gaan we doen, Luxy? We gaan even alles eruit halen. We hebben hier een heel leuk Bumba spelletje. Die heeft ze gekregen van Sinterklaas of van een verjaardag. Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar eens eventjes alles eruit halen. Woemetee. Kijk eens. Was dat een woef woef? Ja. Echt waar? En het is heel grappig. Wat is dat? Een fiets. Deze maakt dan geluidjes. En dan kun je hier op de kaartjes zoeken welk geluidje het is. Wat bij elkaar hoort. Wat hoorde je? Bumba. Wie is Bumba? Moet je goed zoeken naar de kaartjes. Welk geluidje hoort bij welk kaartje? Toetoet. Ja, dat is een toetoet. Oeh, wat is dat? Wat is dat? Dat is een varken. Dit is Bumba Luxy. Kijk, en jij hebt een Bumba pakje aan. Je hebt hetzelfde pakje aan als Bumba. Ja. Het is hetzelfde pakje. Wat was dat dan? Kijk eens naar de plaatjes. Wat maakt dat geluid? Volgens mij was dat een brandweerauto. Ja. Dat was een brandweerauto, hè? Ja. Ja. Dat is Bumba. Goed zo. Is Luxy vandaag ook Bumba? Nee? Wat is dat dan voor pakje? Heb je hetzelfde pakje aan? Elgi. Ja, jij hebt hetzelfde pakje aan als Bumba. Ja. Ja. Wat is dat? Wat was dat? Ga eens kijken. Wat was dat? Dat was een trink-trink, dat was een fiets. Die weet jij. Wat was dat? Dat was een varken. Goed zo, Luxy. Het gaat steeds beter, dit spelletje. Gaat ze klappen. Ja, de fluit. Wat is dat nou dan? Wat is dat? Wie is dat? Wat staat erop dan? Een fluit? Wat was dat nou? Oh, okay. Ja, een muziekje. Ik weet het ook niet wat dat was. Druk maar nog een keertje. Die weet jij. Wat is dat? Ja, dat is het kipje. Laat eens kijken op je kaartje. Kip. Heel goed, Luxy. Goed gedaan. Dat is de kip. Bumba. Wie is Bumba? Waar is Bumba? Waar is Bumba? Laat zien. Ja, dat is Bumba. Goed, Luxy. Dat is de vogel. En hoe heet de vogel? Die is nog lastig. Dat is kiwi. Vogel. Ja. Ja. De toetoet, de brandweerauto. Heel goed, Luxy. Ik weet niet of jullie het nog kunnen herinneren, maar dit spelletje heb ik een tijdje geleden ook al met Luxy gespeeld. En toen begreep ze het nog niet zo goed. En toen maakte ze nog niet echt de connectie met het geluid en een kaartje erbij. Ik speel het spelletje nu voor de tweede keer. En wonder boven wonder, weet ze nu echt wat de bedoeling is. En kan ze de geluidjes bij de plaatjes vinden. Ik vind het echt super goed van jou, Luxy. Heel goed. Ze kunnen een beetje alles leren, hè? Wat is dat? Dat was een... olifant. Waar is de olifant? Ja, heel goed, Luxy. Dat is een olifant. Ja. Om toch maar even helemaal in het Bumba gebeuren te blijven, heeft Luxy hier een heel leuk Bumba boekje. En daar gaan we even uit voorlezen. Ja. Oh, ik heb een idee rond Bumba plots. Tada. Waar zit hij dan? Tada. Oh, wie is dat? Dat is kiwi. We slapen allemaal, Bumba, fluistert Bumba. Daar zitten geen slangen of krokodillen. Het is ook niet stil en fris en niet zo donker. En hier slaap ik ook niet alleen, snikt Tombi. Slaap wel, lieve vrienden. Maar oeps, wie is er nog wakker? Wie is er nog wakker? Bumba is nog wakker, zie je dat? Bumba heeft de oogjes nog open. Luxy, zij gaat slapen. Doe je dan ook de oogjes dicht? Ja, oogjes dicht, hè? Gaan we slapen. Inmiddels hebben we even de jassen aangedaan en de hondjes aan de lijn. Want we gaan eventjes lekker wandelen, hè, Bumba Luxy? Ja, en Bumba Luxy die gaat met Pip wandelen. Zullen we even naar een speeltuintje wandelen? Ja? Ja, want het is wel weer lekker weer. Kijk, het zonnetje schijnt vandaag. Zo, Bumba Luxy. Gaan we even naar een speeltuintje wandelen? Wil Bumba Luxy op een schommel? Ja. Ja? Ja, ja, jij loopt bij Pip, hè? Ja, wow, wow. Woezel die trekt iets te hard voor jou, maar Pip die wil nog wel lekker met jou in de lijn lopen. Ja. Zo, Bumba Luxy. We zijn bij de speeltuin aangekomen, zie je dat? Hier is het speeltuintje. Kijk, Luxy, daar is de schommel. Wil je in de schommel? Ja. Nou, mama die moet in de schommel van Bumba Luxy. Wil Luxy ook in de schommel? Nee. Nee. Mama. Mama in de schommel. Het is ook wel een keer leuk hoor, mama in de schommel. Zet ze mij in de schommel, dan gaat ze er weer vandoor, kijk. Waar ga je heen? Ga je naar de glijbaan? Ja, ze gaat naar de glijbaan. Ja, maar de glijbaan is wel nat. Dan krijg je natte Bumba-billen. Zullen we zandkoekjes gaan maken? Ja. Het is alleen een beetje nat, hè? Het is een beetje nat geregend, liefie. Ja. Ja, ik heb nou geen echte koekjes, liefie. Ja, ze hoort koekjes natuurlijk. Ik bedoel zandkoekjes van het zand. Mam. Oh, wat heb je daar? Mama's labello. Ja, echt waar? Zat die in jouw zak? Ja. Heb je die in jouw zak verstopt? Schatje. Zo, zeg maar dag speeltuintje. Doei speeltuintje. Wij wandelen weer verder. Ja. Pip even snuffelen, hè? Pipje. Pipje. Ga maar lopen. Nee, je hoeft niet te tikken. Ga maar lopen, Luxy. Kom maar bij mama. Dan lopen ze met je mee. Kijk maar. Kijk, daar gaat ze weer. Daar gaat ze weer. En daar balanceert Bumba Luxy over het randje. Nou, Luxy, je kan zo in het Bumba Circus. Heel goed voor jou. Dit doet. Bumba Luxy is weer thuis. En we gaan de schoentjes weer lekker uitdoen, hè? En weer even opwarmen. Want er stond wel een beetje een fris windje, schatje. Zo, oké. Bumba die is weer klaar om lekker binnen te spelen. Zo, nou, wij zijn weer lekker binnen. En wat gaan wij doen, Luxy? Die? Wij gaan lekkere cupcakejes maken. Ja, die. Lekkere Bumba cupcakejes. Dus ik weet niet precies hoe. Bumba, maar we maken even alles, maken we van Bumba vast vandaag. Zo, wat hebben we nodig? Even kijken. Hi, daar zijn we weer. We hebben melk en we hebben boter en we hebben ei. We hebben het meel en Luxy heeft nog een paar cupcake cupjes. Ik had er niet heel veel meer, die is er alweer op het zetten. Zullen we eens een beslag gaan maken, schatje? We hebben hier een kom nodig. Ja, hartstikke goed gedaan. Heel veel eentjes, hè. Luxy, zullen we deze openmaken? Dan ga je deze in de kom doen. Goed. Ja, en deze kom. Doe daar maar in. 1, 2. Ja, helemaal op de kop. Ja, goed zo. Ja. Oh. Goed zo. Ja, oh, dat is niet erg, schatje. Ja, dat is niet zo erg. Dat raakt mama zo wel weer op. Oh, dat hoef je niet met je pakje te doen, hoor. Nee, dat doet mama zo wel opruimen. Nou, hebben we een beetje melk erin. Kan je de melk erin doen? Oh, goed zo. Dat was de melk. En nou de eitjes, zachtjes de eitjes, hè, zachtjes. Ja, goed zo, Luxy. De eitjes. En een beetje boter. Oh, die zit een beetje vastgeplakt. Vloep, 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 vloep. Zo, en nu moeten we even met de mixer gaan mengen. Nou, ja, Luxy doet de oortjes dicht. Woe! Ik heb een beetje een te kleine kom volgens mij. Dat is niet erg. Gaat goed. Ja, moet maar helpen, hè? Is klaar? Ja, nou hebben we de cupcakejes hier. Oh, mama pakt even een doekje erbij. Helemaal niet erg. Zo, oh ja, dat maakt niet uit, schatje. Ruim mama zo op. Even de cupcakejes, had je al heel goed gedaan. We hebben alleen niet zo heel veel cupcakejes meer. Die zijn een beetje... Dus we hebben er 1, 2, 3, 4, 5, 6 cupcakejes. Dus het worden volle cupcakejes. Ja, 6 en 5. Ja, ondanks we eigenlijk niet genoeg cupcakes hebben, gaan we toch een poging doen de cupcakes goed te vullen. Oh ja! Dan worden gewoon hele dikke cupcakes, hè Luxy? Dikke Bombaloo cupcakes. Wow, wow zegt Luxy. Bomba Luxy, wow. Ga maar zitten op je billen. 2, 3, 4. Zit je nu? Oh, dat komt precies uit. Is 6. Zo. Wow. 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 Zullen we deze in de oven gaan zetten? Ja. Ja, dan gaan we, daarna gaan we ze lekker opsmekkelen, goed? En nemen we ook voor Luan en Lucilla straks mee in de auto. Ja, nee, nu, nog niet nu. Nog niet nu, eerst in de oven. Nou, deze 6 hele dikke cupcakes. Gaan we in de oven zetten. Zo. Ja. Doe jij hem dicht? Ja. Goed zo. Ja. En hij staat al aan. En nu moeten we even wachten. Dat is een lekker appeltje. Goed zo. Zal mama wel even een stukje snijden? Even een stukje snijden? Nee. Nee? Geen stukjes? Gewoon zo eten? Ja. Ja, ze zegt ja. Ba? Ja. Schatje, je bent zo lief. Doei! Oh, doei! Inmiddels ruikt het heel erg lekker hier. Want kijk, ze zijn misschien niet mooi van vorm. Maar het ruikt wel heerlijk. Ze zijn een beetje uitgelopen, omdat de deeg natuurlijk best wel veel was. Zal ik even een papiertje eraf halen, liefie? Papiertje is er een beetje ingegaan. Je kunt hem zo wel eten. Hij is niet meer zo heet. Oeh, is die lekker? Ja. Ja, hij is lekker. En mama ook even proeven? Kijk ik ook onder het papiertje. Oeh, Luxy. Hé, wat hebben wij dat goed gedaan? Hé, box. Box. High five. Box. High five. Max. High five. En dan gaan we lekker smullen. Goed? Zullen we ook een paar bewaren voor Luan, Lucilla en papa? Ja. Ja, hè? Voor straks in de auto. Ja, voor in de toetoet. Voor in de toetoet. Als wij onze Pumba cakejes zo lekker op hebben, dan smeer ik even een lunchpakketje voor in de auto. Natuurlijk nemen we wat van die lekkere cakejes mee die Luxy en mama samen hebben gemaakt. En dan gaan we zo Luan en Lucilla van school ophalen, want het is vandaag vrijdag, dus we hebben hun altijd een korte dag op school. En dan gaan we daarna door naar, volgens mij, wie komt hier kijken? Woezel, Pipje. Kijk, er staan dan, op mijn knie. Pipje, die denkt, oeh, ik lust ook wel van die lekkere cakejes. Zie je dat, Luxy? Ja. Wat kan Pip doen? Oh, Pipje, oh schatje. Oh, schatje, lekker hondje. Je bent ook zo'n lekker hondje. Oh, liefie. Nee, maar jij eet alleen maar brokjes, hè? We doen alleen maar brokjes eten. Ja. Oh, ik krijg wel kusjes. Je bent wel een beetje een slijmbal. Je bent wel een beetje een slijmbal. Nou, lieve. Zie je dat, Luxy? Kom Pip doen. Kom Pip doen. Even knuffelen, hè? Pip komt even knuffelen met Bumba. Krijgt Pip een knuffel van Bumba. Hm? Och, schatje, kijk dit dan, jongens. Dit is toch liefde? Dit is toch pure liefde? Ach, schatjes, jullie zijn zo lief. Ik weet niet of dit overkomt uit beeld, jongens, maar mama's hart smelt hiervan als ik dit zie. En als we zo meteen de kids hebben opgehaald en we zitten lekker in de auto, gaan we door naar, volgens mij is het Harderwijk. Moet ik zo even navragen aan Daniel, maar volgens mij is het Harderwijk, waar we uitgenodigd zijn voor de Bumba op reis show, of Bumba gaat op reis show, waar we met dit kleine Luxy, Bumba Luxietje, gaan kijken naar de Bumba show. Luxy, ze zegt nog helemaal niks, maar ik denk dat als ze straks bij de Bumba show zit en ze ziet in het echt Bumba. En ze heeft vandaag de hele dag natuurlijk, hebben we het over Bumba gehad. Dat ze opeens denkt, huh? Is dat nou echt Bumba? Wij zitten inmiddels alweer in de auto op weg naar Haarlem. Is het volgens mij, hè? Harderwijk. Lijkt op elkaar. Harderwijk. Bumba Luxy, die is in slaap gevallen in de auto. Kijk. Ze ligt even lekker haar middagslaapje te doen. En we hebben Luan en Lucilla opgehaald van school. Hallo, Luan en Lucilla. Hey, Luan en Lucilla. Ik heb hier in de trommeltje iets zitten wat Bumba Luxy voor jullie heeft gemaakt. Ga maar eens kijken wat erin zit. Heeft ze helemaal zelf gemaakt. Heeft ze helemaal zelf gemaakt. Cute. Jij al geproefd? Ik heb hem al geproefd. Ja, samen met Luxy. Is die lekker, Sil? Ja, mogen wij zeker deze. Ja. Lekker. Ah. Lekker. Heeft ze het lekker gemaakt, hè? Ja. Ja. Zo, nou, hallo Leila. Hallo. Jij weet de weg, hè? Ja, leuk, hè? We zijn in Harderwijk. Even kijken, is hier een theater, Luxy? Maar hier ergens moet het zijn. Ja. In een schoolgebouw. Nou, Bumba Luxy. Bumba Luxy is weer wakker. Hé, Bumba Luxy. Op dan de Bumba Luxy. Hé, hey, Lucilla. Dit is dus een schoolgebouw. En nu is het ook een theatergebouw. Ja. Leuk, hè, Leila. Nou, dat lijkt een beetje op de set van Spangas. Ga jij onze grootste Bumba duwen? Ja. Nee, is dat niet op de rem? Zo, Lucilla, haal jij met Leila even de drankjes. Het is een schoolkantine, hè? Zie je dat? Lijkt een beetje op Spangas, hè? Ja, Spangas. Gelukt? Ja, toppie. Kijk eens, van Bumba Lucilla. Bumba Lucilla. Kijk eens. Dit is jouw en Leila's colaatje. Dit is natuurlijk mijn Bumba knuffeltje, maar Luxy, kijk, dat zijn de Bumba knuffeltjes. Wil jij, Sil? Beer. Jij wil de Bumba beer? En hey, Bumba Luxy, wil jij de echte Bumba hebben dan? Wat is dat dan? Is dat de echte Bumba? Oh ja, dan wordt ze verlegen. Ja, zeg je dank. Bumba Luxy, heb jij een echte Bumba? Nee. Dat is lekker, hè? Bumba Luxy, dit is Bumba. Luxy, heb jij Bumba in de kinderwagen gelegd? Ja, leuk. Hey. Voor degenen die niet precies weten wie Leila precies is. Leila die nodigt ons eigenlijk dus altijd uit voor dit soort leuke theatershows voor kinderen. En vindt het ook heel erg leuk om dan met ons mee te gaan. En de kinderen vinden dat ook heel erg leuk. Dus vandaar dat Leila er altijd gezellig bij is. Helemaal uit Rotterdam dus, overgekomen. Ja. En nu dus even het liedje van Luan aan het horen is. Wat jullie ook nog niet hebben gehoord. Maar Leila heeft hem nu dus al gehoord. Vind je hem leuk? Echt heel leuk. Ja? Ja, het is echt zo benieuwd. Okay. Een heel leuk nummer. Je wel, hè? Ja. Ja, de tekst ook weer. Bumba Luxy, had je de verkeerde ingang? Of naar de goede deur. Ja. Dank u wel. Wat is dat? Dat is de schoolbel, we gaan beginnen. Kijk Luxy, hier moeten we naartoe. Nou, even op zoek naar onze plek jongens, want we moeten daar ergens zitten. Hé, hey, dat is een mooi plekje. Hey allemaal! Alles goed met jullie? Ja. Met mij ook, want ik ga namelijk op reis. Of we de echte Bumba gaan zien. Nee. Want kijk, het... Ja. Nee? Ja? Nee? Wil je de echte Bumba zien? Ja, doei! Bumba en Bumba Lu. Kijk! Hier hebben we een klein Bumba Luxietje. En een Bumba Lucillaatje en een Bumba Luantje. Dat is leuk, Luxie. Hey, Bumba een handje. Bumba Lu. Ja, goed zo. En Bumba dan? Is Bumba ook? Ja, Bumba ook. Ah. Ja, Luxie, doe maar. Doe maar, ga maar een knuffeltje geven. Leuk hè? Luxie is, noemen we altijd Bumba Luxie. Bumba Luxie, ja. Oh, Bumba, ze kan zo meedoen met het circus. Ja. Zo grappig. Bumba Luxie. We begonnen met Bumba Luan. Toen Bumba Lucilla en nu Bumba Luxie. Nou, ja. Dus, papa en mama, kunnen alle liedjes meezingen, hè? Ja. Maar Lu heeft de dresscode gemist. Ja. Oh jee, toch? Schattig. Heb jij genoten, Luxie? Luxie kijkt alleen maar. Complimenten voor jullie show, hoor. En we mogen ook weer een gezin blij maken. Vind je het nou leuk om ook met je gezin naar deze superleuke Bumba op reis show te gaan? Kijk dan even op mijn Instagram, @Luxy Bellinga. Daar kun je je reactie achterlaten. En wie weet, zit je hier ook binnenkort gezellig in de zaal. En dan sluiten we de vlog af met Bumba. En Bumba nu. Wat zeggen we dan altijd, Lucilla? Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. We zien je morgen weer in een nieuwe vlog. Doei! Bumba nu! Je hart, boem boem mee, feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee, dans mee en blijf.